Kunt u wat meer vertellen over de watersnoodramp? Dat was een verschrikking natuurlijk. Ja. Hè? De weersomstandigheden, de koude, de verdrinking van al die mensen. Wij werden toen uitgezet op diverse locaties. En een van de mensen waar wij dus, die bij mij, bij ons in het peloton zat, die bij mij, maar bij ons. En die is toen daar verdronken. Wat deed dat met u? Deed dat pijn. Ja, natuurlijk, collega kwijtraken. We hebben er nog naar hem gezocht toen het water gezakt was. En later is hij door mensen van de gemeente, denk ik, dat het die geweest zijn. Die hebben hem gevonden toen ze dus daar in de boel gingen. Overleden. Ja. Verdronken. Met een man die hij op zijn rug had en in veiligheid wilde brengen. En door een golfoverslag. Water zijn geraakt. Ja, je wordt daar ingezet en je gaat je werk doen. En dat is later bij de politie is dat precies hetzelfde. Je komt bij een ravage, er is een aanrijding. En dan wordt er niet gevraagd, is er erg? Er wordt gevraagd werken, jongen. Ook al kom je dan bij mensen die dood zijn. Ik ben ook s'morgens wel eens soms even naar de familie moeten gaan om te vertellen dat vader en zoon verongelukt waren in ons. Dat is erg zat als je dat moet doen, maar het is wel wat het zo is. Het is je werk. Ja, je moet geen angst hebben. Ik bedoel, als jij gaat bibberen, dan is het fout natuurlijk. Nee, ja, gevaar voor eigen leven. Ik ben er gelukkig niet nooit in die omstandigheden. Ik heb ook wel eens moeten vechten hoor, dat is ook wel eens hard. Maar, u was 20 tijdens de ramp? Hoe oud? 20, ja. 20? Ja, 52. Ja. 53. Ik was net 21. Ik heb ook zandzakken moeten dragen. Ik bedoel, om dijken te dichten. Liep er net als een stel ezel zo in het rond. Zak op de rug, afgooien, rondje lopen, weer een zak op je rug. En zo ging dat circuit ging door. Ja. En dan hoopte je dat je nog ergens een keer wat eten kreeg overdag. En dat lukte dan ook nog wel. Niet altijd even goed, maar het was er wel. Ja. Ja. Het was schaars. Nou ja, het was niet, alles was er niet wat je moest hebben. Droge kleren waren er ook niet. Mag je huilen, werd er aan mij wel eens gevraagd. Als je dus met je werk bezig bent. Ja, waarom een keer niet? Ja. Je hoeft niet zo hard te zijn dat je niet mag huilen. Je mag best verdriet hebben. Als je bij iemand komt. Als je naar iemand gezocht hebt weken dat hij verdronken is. Hè, met brandweer en met andere hulpinstanties. En mag je dan niet verdriet hebben als zo'n man gevonden wordt? Maar het kan je ook heel weinig doen. Dat ligt er maar net aan.